1 hour later. Wij gaan kijken of hij het doet. Niet. Zo gaat dit gewoon fucking goed. Let's get ready to rumble! Yo volgers, mijn naam is Stijn. Tof dat je kijkt naar deze video. We hebben weer wat. We hebben weer wat. En we hebben iets gehaald voor jullie eigenlijk voornamelijk. Waarom? Omdat we, ja, eerder wouden we natuurlijk wel een project doen. En dat zijn we ook nog aan het doen. Mogen het duidelijk zijn, het crossproject ligt even op een kleiner pitje. Want ja, dat duurt gewoon even wat langer. Er komt natuurlijk in november die enorme endurance race. Daar hebben we ook een racer voor. Althans, die zijn we nog aan het maken. Zoals je ook ziet in de serie. Dus dat heeft even prio. Dat doen we eerst. Dan komt de crosser natuurlijk terug. Maar in de tussentijd hebben jullie veel vragen. En dat is voornamelijk gericht op dit of dit heb ik gekocht. Of ik wil dit of dit kopen. Hoe moet ik dat plaatsen? Of moet ik het überhaupt kopen? Dus een uitlaat. Hoe loopt die? Hoe hard klinkt die bijvoorbeeld? Het vervangen van een onderdeel. Hoe doe ik dat eigenlijk? Dus we hebben weer een Thomas nodig. Dus we hebben een Thomas gekocht. Ik heb hem nog niet gezien. Hij is gisteren hierheen gebracht. En ja, jullie gaan samen met mij nu de eerste reactie eigenlijk zien van wat we ervan vinden. Hij is niet zwart, dat vind ik heel chill, want iedere keer een goedkope Thomas is vaak zwart. Hij is blauw als het goed is. Hij doet het niet. En dat is precies eigenlijk de titel waarschijnlijk ook en de reden van het maken van deze video. Wat nou als jij op Marktplaats een Thomasje ziet, je vindt hem super vet of een andere brommer, want het is best wel algemeen. Maar hij doet het niet. In de beschrijving staat gewoon brood eerlijk. Ik zet hem te koop. Hij heeft al een jaar niet gelopen. Of misschien heeft hij vorige week nog gelopen, maar nu doet hij het niet. Dus ja, dan weet je sowieso natuurlijk niet wat er eigenlijk aan de hand is. Maar goed, als je een beetje kijkt naar heel die brommer, misschien is die wel te redden. Dus, in deze video gaan we kijken naar die brommer en we gaan hem lopend maken. Let's go. Hij is hier niet. Waar is die? Oh shit, oh dat is hem. Hij is wel bijna paars. Hij is niet eens blauw. Oh shit. Een dikke targa. Oh. Jappakee. En we hebben zelfs kikken velgen. Ja, ja. Middenbonkie. Ik zei middenbonkie. Dus, we hebben deze Thomas gekocht. Was heel goedkoop. Ik meen €150 dat we ervoor hebben betaald. En één van de redenen was natuurlijk waarom die zo goedkoop was. Hij doet het niet. Hij is vorig jaar nog gebruikt, zei de verkoper. Ondertussen deed hij het niet meer. Oh. Oh, nou, voor jullie informatie. De tank ziet er heel, heel netjes uit van binnen. Gewoon echt nog staalkleur. Niet eens bladroest whatsoever. Dus dat is heel erg goed. En dat is ook wel waar je natuurlijk naar kijkt voordat je hem uiteindelijk alsnog meeneemt. Want los van het feit dat we nu willen proberen te kijken of die start. Er gaan natuurlijk alsnog wel een paar min- en pluspunten zijn waarom je dat ding wel of niet überhaupt meeneemt. Omdat hij het dus niet doet. Hè? Dus ga niet sowieso nu blindelings zeggen. Oh ja, ze hebben gezegd dat ze hem sowieso wel werkend krijgen, dus ik koop hem. Nee, kalm. Ja, als het wel goed is, kennelijk, dan kun je gaan kijken wat je moet doen. We hebben hier dus een targa voor ons. Nou, is dat niet heel relevant, maar het is gewoon leuk en het is een leuk kleurtje. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon vanuit basis een A35. We hebben te maken met een A35 blok. Ook gewoon A52 op het gebied van spruitstuk en dus inlaat. In principe een prima basis en dus ook gelijk voor jullie alvast. Zet dus in de comments wat je wil dat we doen met dit ding. Niet per se op het gebied van verbouwen, maar wel natuurlijk op het gebied van hey, wat doet die 65cc? En wat doet bijvoorbeeld een Homewood XIZ of weet ik veel wat voor uitlaat met 65cc? Daarvoor gaat deze Thomas zijn. Dus spam die comments vol. Met alles mogelijk wat we gewoon kunnen versleutelen hieraan, waardoor hij normaal blijft. Maar dat we in ieder geval kunnen laten zien aan jullie, ja, of dit inderdaad een goede koop voor jou is. Product X, weet ik veel, dus een uitlaat, een cilinder, een carburateur, een ontsteking, noem het maar op. We gaan nu kijken of die het doet. Ik zie een hoop dingetjes wel roestig en helaas ook
verfloos uiteindelijk. Maar hopelijk is het hier wat minder slecht. Gaan we dus natuurlijk even een lijstje gezien de carburateur eraf halen. Carburateur schoonmaken. Luchtfilter zit erachter. Je wil natuurlijk niet gelijk dat zand die carburateur ingaat. Dus ook je luchtfilter ga je nakijken, doorblazen of zelfs vervangen. Naar voren toe, je gaat even je bougie eruit halen, trappen, kijken of die al vonkt. Doet hij dat niet, vervang je eerst je bougie en dan werk je verder af richting je bedrading totdat die wel vonkt. Die tank is dus waarschijnlijk heel goed. Doen we eerst even een klein beetje benzine in, kijken of het er schoon uitkomt en daarna tanken we hem wat voller en dan kunnen we kijken of die start. Let's go! Maar, als het goed is, ging hij wel rond. Kijk, dat is wel een... Hij heeft wel degelijk compressie. En natuurlijk, los van het feit dat je natuurlijk een budget hebt, je kunt altijd alsnog wel eisen stellen. D25 origineel ingeslagen kopje van Thomas zit hierop, dus gewoon echt snor. Hij is vies zwart, wat kan betekenen dat de ontsteking naar de klote is. Wat ook simpelweg kan betekenen dat het eigenlijk alleen maar gaat om het feit dat hij gewoon veel te rijk stond. Wat logisch is bij snor, want anders wordt hij veel te heet. Wij kunnen nu, door de bougie hier erin te doen en te trappen, fingers crossed. Ja hoor. Die vonk als een tiet. Hartstikke goed, mijn jong. Zet dit gewoon weer vast. We weten nu dat we goed zitten. Nu gaan we naar de andere kant en gaan we de carburateur eraf halen. Schoonmaken, luchtfilter, blablabla. Let's go. Het is waarschijnlijk, het is zo, dat 9 van de 10 keer boutjes met ja, gewoon een schroevendraaier aansluiting of een koppie om het zo maar even te noemen, waarschijnlijk al voor een stukje naar de klote zijn, maar in ieder geval nu hartstikke vastzitten. Wat je doet is je gaat niet gelijk keihard draaien, want dan sloop je dit hele koppie, kan je hem uit gaan boren. We gaan eerst hem erop zetten. We pakken een hamertje tik. En we geven er een paar goede hengsten aan. Je kunt dit proces verbeteren door iets van WD-40 of smeermiddel tussenin te spuiten. Dat zal het waarschijnlijk niet doen, want hij zit hier achter vast. Dus dan moet je ja, een beetje ertussendoor goed druk zetten. Yes. Neem een zo groot mogelijke schroevendraaier ook, jongens. Dat zorgt er sowieso voor dat hij je maximaal pakt. Natuurlijk kom je er niet meer in de plus. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar zo groot mogelijk wat erin past, dan kan je zo hard mogelijk en zo, ja, zo veel mogelijk druk zetten op het boutje. Oké. Deze kapjes zijn nog heel netjes. Maar dat is natuurlijk ook omdat het plastic is. Dus daaronder komt geen corrosie. Oké, dit had ik niet verwacht. Hij is al getuned. Getuned, jongen. Opvoeren, je weet toch? Dit is wel dik shit. Hieronder zit een powerfilter. En deze verkopen wij ook gewoon nog steeds zo, ook inclusief kapje. En is een hele goede vervanger. Want dit geeft meer lucht inlaat. Maar hou je de rest allemaal snor, heeft het totaal geen nut. Behalve dan dat je herrie creëert met nog steeds een originele pijp. Dus als je deze setup hebt, alsjeblieft pas eerst op zijn minst je uitlaat aan. Verander die carburateur naar een 15 mm, je spruitstuk ook. Die kop moet eraf voor een hoge druk. En dan vervang jij je luchtfilter als je wil dat het nut heeft. Dus het kost wat meer als je dat doet, maar dan heb je ook gelijk een hele vette setup. Afijn, dit is een 14-9. Ja, precies. Dus met andere woorden, snor. En ook dit spruitstukje, wat heerlijk wit geworden is door alle leed die hij heeft gehad, is gewoon snor. Wanneer je de benzinekraan open doet, gaat de benzine vanaf hier je carburateur in. Via een vlotter naald, je vlotter kamer in, je vlotter stijgt en duwt daarna de naald weer dicht.
Hierin komt dus benzine, ongeacht, als er een filter natuurlijk wel zit in je kraan, is het natuurlijk wel enigszins schoon. Maar hoe dan ook, komt het hier puur gewoon erin. Dus willen wij altijd eerst even kijken, voordat we starten, of dit ook nog wel puur is en dus schoon. Oké, daar zat nog een heel klein beetje in, maar zoals je ziet is het heel dik. Je zou bijna willen zeggen dat het olie is. Zo. Hier binnenin valt het ook mee. Is het helemaal niet zo heel erg vies. Het is 54, dus dat is opnieuw gewoon weer redelijk snor. We kunnen natuurlijk, pas op met lucht dat hij niet uit je handen vliegt. Voor de zekerheid dat hij echt open is. Nou ja, dat krijg je misschien niet op beeld, maar in ieder geval ga ik er nu vanuit dat hij open is. Goed recht, dat hij natuurlijk niet overloopt als nog een carburateur. En dan zetten wij hem vast. Hand vast, niet harder draaien. Prima. Oké, nu. Ervan uitgaande dat ik net keek en zag dat deze schoon is, zegt natuurlijk niet dat wat er nog in ligt schoon is. Dus heb ik een fout gemaakt. Want we gaan gewoon even de kraan openzetten nu. En zien wat eruit komt. Met een bakje eronder natuurlijk. Hij is waarschijnlijk heel leeg. Met kikkers hoorden we wel iets van vloeistof. Dus ik ga ervan uit dat er nu niks uitkomt. Maar nu wel. Ja, dan doet hij het natuurlijk ook niet, hè. Als er helemaal geen vloeistof uitkomt als je de kraan open doet. Ah, daar is hij. Oh, hij denkt dat hij verstopt. Ja, dus dat veld tussen. One hour later. Nou, ik moet zeggen dat het filtertje ook nog best wel schoon is eigenlijk. Eigenlijk helemaal. Dat is wel netjes toch? Ja, dat is heel netjes. Even een 17 pakken. Dat je hem net aan hier blokkeert. En dan draai je hem hier aan. Dat doet niet goed. Oké, jongens, daar gaan we dan, daar gaan we dan, daar gaan we dan, daar gaan we dan. Waarom gaat dit er niet op? Aandoen of reserve? Kijk, direct, jongen. En dan gaan we starten. Oké, jongens, hij zit weer in elkaar in principe. Wij gaan kijken of hij het doet. Ik wil niet zeggen dat hij in één kick loopt, maar hij vond het wel heel, heel goed. Dus op zich, niet. Oh! Gaat dit gewoon goed? Stottert, het stuit het slipt compleet in zijn koppeling, maar hij doet het. Nou, hey, hij doet het en hij doet het nog best wel decent. Hij stottert een klein beetje, de setup klopt natuurlijk voor geen bal en het klopt sowieso natuurlijk niet meer omdat je mega veel lucht hebt. Vervolgens een mega klein carburateurtje en spruitstukje hebt en dan vervolgens het meest tiny voorbochtje van de wereld. Maar dat maakt toch niet meer uit, want jullie moeten nu een beetje bepalen wat wij aan een soort van veilige setup hierop moeten gaan zetten, wat wel vlotter natuurlijk is een beetje. Dus zullen we 65 cc doen? Comment 65 cc, oké? 65 cc, dan kan ik mijn baas overtuigen dat het erop moet. Doen. Vraag 2, die je ook weer moet gaan commenten, is dus, wat we eerder al zeiden, wat moeten wij gaan doen met de Thomos op het gebied
van sleutelen en van testen. Dus nee, het wordt niet een gekke bult zoals de crosser of de racer. Wat willen jullie zien? Uitlaattesten. Hoe vervang ik? Vraagteken, veertje, koppeling, 1-2 versnelling. Wat is het verschil met de koppen? Meer compressiedruk, dat soort dingetjes. Alles wat we kunnen versleutelen of kunnen laten zien met een originele Thomos die net wat vlotter is, zet het in de comments. En dan wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou tof? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden en druk op die bel. Dan krijg jij een notificatie wanneer er een nieuwe video online is die jij sowieso wil zien. Want we gaan natuurlijk ook weer enorm omhoog in de abonnees. Dus blijf abonneren. Gaan we geheid weer een keer een giveaway doen. Check ik je graag de volgende keer. Later!